Mathies, is abortus nog mogelijk? Bortveger, wat vind je van de federale regeringsvorming en hoe zie jij de toekomst van België? Als we zo doorgaan, dan kunnen we binnen 1000 jaar verwachten dat de kinderen niet meer eens weten dat een appel aan een boom groeit. Mondkapjes blijven dragen, want dan gaat ons immuun nog achteruit, onze kinderen worden nog minder sterker. Zonder zorgen. Het blijft me verbazen hoe fun dat het is op deze bike. Dit is echt wel de perfectie. Mijn stuur staat ook een klein beetje naar voren. Ik denk dat ik hem binnenkort een beetje naar hier ga zetten en dat het dan nog iets beter gaat zijn. Ik amuseer me en rot mee en dat is het belangrijkste. Vandaag zijn we een beetje later vertrokken. Het was deze middag, op het begin van de middag. Ook nog aan het regenen en ik heb uiteindelijk gewoon een beetje Kanama gespeeld, een lekker slaatje gegeten en nu ben ik eindelijk op pad met mijn fiets. Vandaag ga ik ook vragen beantwoorden om een beetje een duidelijk beeld te scheppen over alles. Er zijn heel veel mensen die mij dagelijks vragen stellen en er niet goed aan uitgeraken. Ik heb op mijn YouTube kanaal op de video van vandaag een comment gepost. Stel hier andere vragen voor de video van overmorgen, de video dat ik vandaag film. Kom overmorgen online, dus er zit altijd één dag tussen bij de video's. En ik zie dan er al een paar vragen zijn, maar die ga ik later beantwoorden. Ik ga eerst nog een beetje cruisen. Of misschien moeten we er eentje beantwoorden van Robbe Klink. Denk je dat je hetzelfde kan doen vanaf het kind is geboren? Heel veel mensen die hebben zo'n beeld van je kan niks meer doen als je kind geboren is. Dat is gewoon bullshit. Je kiest daar gewoon ook zelf voor wat dat je doet. En ik heb natuurlijk wel het geluk dat mijn job eigenlijk ook gewoon mijn leven is. En ik ga heel veel tijd met mijn kind kunnen doorbrengen. Shirley, die haar job is video editor. En die gaat ook gewoon superveel met haar kind kunnen doorbrengen. Want we zijn alle twee bijna altijd thuis. Super chill dit, sowieso. HP Pavilion. Ah, wow, die heeft gewoon de code van zijn printer als nickname gebruikt. Waarom gebruik je Mac? Ik gebruik zeker geen HP, want die shit sukt. Ik heb ooit een keer een HP gehad en holy moly, dat ding wordt warm. Na 2 jaar begint al lawaai te maken, noem maar op. Een Windows computer. Ik vind dat maar niks. Ik weet niet wat jullie daarvan denken, maar ik vind het maar niks. Shirley heeft echt zo'n Windows computer met alles erop en eraan. Zo'n extra schermpje vlakbij de toetsenbord. Mega zotte specs. Je kan er makkelijk mee editen in After Effects. Dus dat is echt een zotte computer. En toch kan hij geen deftig internetsignaal ontvangen. Dus ja, dat sukt. Ik zeg het je. Apple zijn de allerbeste computers. Ik kan daar niks tegen op. Ze hebben een bepaald software systeem ook gepatenteerd waarin er geen virus in kunnen en noem maar op. Apple is met een dikke voorsprong het beste. Ik weet dat computernerds mij daarop gaan tegenspreken, maar in mijn ogen is Apple het beste. En mensen dan video's editen en mensen in de wereld waar dan mensen ook muziek maken en al, is Apple gewoon het best. In de wereld van gaming. En ik denk 3D editing is misschien Windows wel beter. Ik heb dat ooit een keer gehoord, verbeter mij als het verkeerd is. Ik ben ook maar een mens, ik maak fouten, dus ja, ik beantwoord hier gewoon een paar random vragen. Oké, we gaan nog een derde vraag beantwoorden. Jantje Jansen, wanneer komt die vette content die je beloofde? Ik kan niet wachten. Joe! We zijn bezig! We hebben een fucking nieuwe bike, we zijn aan toeren, we hebben fun, we springen in de zee, we genieten elke dag en ik neem jullie mee. Meer kan ik het niet doen, echt waar. That's it, zolang dat we maar fun hebben, sowieso. Yes, ik ga nu richting het strand, denk ik. Misschien ga ik er niet geraken, misschien ook wel. Het is nog 7 kilometer of zo.
Dus we zien wel. Maar we gaan alleszins lekker cruisen. Geniet van de beeld. Yes, dankjewel. Ciao. Ja. Ik ben hier ondertussen beland op een soort van speeltuintje in de duinen. Daar zou normaal de zee moeten liggen als mijn coördinatie klopt. En we zitten hier gewoon in het midden van de duinen. Ze hebben hier een chill speeltuintje aangelegd. Dit ding, deze dead ride, gaat wel naar beneden. De vorige keer ging hij niet echt naar beneden. Maar die heeft zijn stoeltje al verloren. Check dit, mensen. Hier zijn allemaal appartementen. Hoe vet moet het niet zijn om hier te wonen. De architectuur is hier allemaal een beetje anders dan in België. Wat ook wel logisch is, want iedereen weet, als je in Nederland komt, dan heb je al die typische mooie huisjes. Ik vind persoonlijk Nederland mooier dan België. En aan de kust is dat dan ook weer helemaal anders. Ik ben opgegroeid in Knokke, in België aan de kust, wat dan wel een hele mooie stad is. Maar hier heb je zo die oldschool vibe, die Hollandse surf vibe, die Hollandse strand vibe. Ik weet niet wat het is, maar het voelt lekker om hier te chillen. Lekker frisse zeelucht. De tocht naar hier is ook super mooi, alleen maar in de natuur. Ik ben één keer op mijn bek gegaan. Ik was met mijn wiel in het zand gevlogen en mijn wiel gaat al zo diep. Dus ja, dat was een beetje sketchy. Oh, een lekker sandwichje. Dat gaat volle bak smaken. Ik ga hiervan genieten. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. En dit is perfecte timing. Ik ga het jullie toch nog eventjes tonen. Hoppa. De zon komt er net door. Woe! Lekker genieten. Ik heb echt wel fantastisch lekker gegeten. Maar nog niet genoeg. Het was lang geleden dat ik nog een keer vlees had gegeten. En ik voelde wel dat ik het nodig had. Ik voelde het. Eventjes een beetje vlees in mijn lichaam. Het was niet slecht. Dat was trouwens gewoon zo een burgertje met kip. Heerlijk. Spouwwater. Spouwwater is en blijft het beste water. Hier kan er niks tegenop. Laat in de comments weten wat jullie favoriete water is. Iedereen heeft zo een andere smaak. Iedereen heeft zijn eigen favoriet. Maar ik weet dat er heel veel mensen spa drinken. En hier in Nederland kunnen we ook nog spa kopen. Dus dat is fucking chill. Kan ik kijken als er al nieuwe vragen bij zijn. Die video staat ook nog niet zo lang online. Nog maar een uurtje. Dus ja, er gaan maar een aantal vragen beantwoord worden. Maar dat wil wel zeggen, als je mijn video's in de toekomst kijkt, ik kan altijd zoiets plaatsen. Dus zorg ervoor dat je snel bij bent bij de comments. En gun die comment. Gun die comment. Hoe meer comments, hoe hoger dat we gaan in het algoritme. Nu momenteel hebben we dat nodig, want al mijn video's gaan nu in de server van Nederland en de mensen in België krijgen hem niet meer in de server. Dus ja, hij gaat veel minder bij aanbevolen mensen komen in België, maar wel meer in Nederland. En dat heeft eventjes tijd nodig. Dus hoe meer dat jullie liken, hoe meer dat jullie commenten en hoe meer dat jullie mijn video delen, hoe meer views dat ik kan krijgen en hoe groter dat ik kan worden op YouTube. Hoe vet is dit niet? Ik maak video's voor de fun. Ik weet, de echte homies die kijken sowieso mijn video's. De homies die me supporten in de webshop kijken sowieso mijn video's. Ik heb die mega views niet nodig om een leuk leven te hebben. Ik ga binnenkort waarschijnlijk ook gewoon een halftijds jobje doen. Niet alleen maar voor het geld, maar vooral ook gewoon voor een bezigheid en een routine in mijn leven. Ik merk altijd als ik niet werk, dan is dat altijd zo van, wat ga ik doen? En dan blijf ik langer in mijn bed liggen. En je wordt automatisch een beetje luier. Dus ja, dat is ook een beetje het nadeel. En ik ben niet gelijk Enzo Knol dat ik superveel geld heb om de gekste dingen te doen en al die shit. Ooit is het mijn droom om dit te doen. Maar eigenlijk is mijn droom stiekem om toch nog een beetje klein te blijven op YouTube, zodat je niet te bekend wordt. Want als je te bekend wordt, dan heb je ook minder vrijheden. En gewoon een nice webshop. Mensen inspireren. Mijn eigen ding doen. Die dingen gewoon. Gewoon op het gemak, sowieso. En daarvoor ben ik nu ook een platform aan het creëren. Yes, we gaan een keer kijken.
zijn er al vragen bijgekomen. We zitten al aan 46 comments. Dus shout-out naar jullie allemaal om altijd aanwezig te zijn bij die comments. Yes. Mathies, is abortus nog mogelijk? Nee, dat is niet meer mogelijk. En je gaat anders piepen als dat ooit op je afkomt, geloof me. Iedereen zegt altijd van, ik ga abortus doen en dit en dat en bla bla bla. No fucking way. No fucking way. Als dat op je afkomt, je verandert helemaal. Je verandert helemaal. Dat is iets dat waarschijnlijk alleen maar vaders of toekomstige vaders gaan begrijpen. Toffe Christoffe, zal je eerste kindje geboren worden in Barcelona of in Zweden? Er gaat zo'n meme rond dat Bella ook zwanger is ofzo, maar dat is 300% onmogelijk. Dat is gewoon 300% onmogelijk. Waarom, ga ik niet zeggen, maar dat zijn gewoon privéredenen en jullie moeten ook niet alles weten, maar dat is 100% onmogelijk. Bella heeft maar één kindje en dat is Mono. Ik mis die hond eigenlijk echt ook wel fucking hard. Sowieso, dat was echt mijn beste vriend. Die was ook helemaal gek van mij. En ik ook gek van hem. We hebben echt superleuke tijden gehad. Maar vroeg of laat gaan we sowieso een keer Bella gaan bezoeken. Die woont nu nog altijd in Kasteel de Fel. Maar ik denk dat ze terug de move gaan maken richting Zweden. Ik ben het niet 100% zeker. Ik zou het eigenlijk nog een keer moeten vragen. De jongste 010. Waarom ga je niet op zoek naar een deeltijdswerk, zodat je genoeg kan sparen voor het kind? Nu moeten jullie noodgedwongen jullie bus verkopen, omdat Shirley de enige is die werkt. Eerst en vooral, een shout-out naar iedereen die de webshop heeft support. In oktober gaat de webshop terug open en er gaan dingen veranderen, er zijn dingen verbeterd. Het gaat allemaal een beetje professioneler zijn, het gaat weer een upgrade zijn en ik ben daar nu op het gemak mee bezig. Allee, op het gemak, gewoon stap voor stap, zodat het allemaal 100% correct verloopt. Wouter van Linden, wanneer ga je 24 uur in de kelder leven? Wanneer ga ik dat doen? Ooit. Ik heb nooit gezegd wanneer. Ik ga dat ooit doen. Ik ga je geen datum plakken. Ik ga het gewoon ooit doen. That's it. Heel veel mensen zeggen, die beloftes moet je nakomen en dit en dat. Ja. Ik heb nooit gezegd wanneer dat ik het ga doen, dus ik kan kiezen. Ik ga het ooit doen en dat beloof ik jullie. Wout van der Linden, hoe maak jij jouw ontbijtjes? Dat heb ik al in veel video's uitgelegd. Ga de video van een paar dagen geleden checken en daar leg ik alles uit. Het vetste momenteel vind ik toch wel terug de smoothie bowls. Nu hebben we een huis, we hebben stroom, we hebben de Vitamix. We kunnen een eigen smoothie blenden en dat verwerken met havermout in een smoothie bowl. Dat is echt een fantastische start van de dag. Bordveger, wat vind je van de federale regeringsvorming en hoe zie jij de toekomst van België? Wat is je IQ? Vraagteken. Dat is weer ook zo'n vraag om grappig te doen. Wat is je IQ? Misschien heb je me nu wel op een idee gebracht voor de video. Dat zou leuke content zijn, moest ik een keer een IQ-test laten doen. Dus laat weten in de comments als jullie stoked zijn. Wat vind je van de federale regeringsvorming en hoe zie jij de toekomst van België? De toekomst, ik hoop dat België gaat ontploffen, dat België gaat wakker worden. Maar als België wakker wordt, gaan er al veel andere landen rond België al eerder wakker geworden zijn. Want België komt met alles achter, dat is gewoon zo. En dat heeft voordelen, dat heeft nadelen. Ik vind het bijvoorbeeld super cool dat België pas heel laat een Burger King had. En in heel Europa had je overal Burger King, dat had je pas laat in België. Dus dat zijn zo de goede dingen. Maar de slechte dingen zijn dat iedereen gewoon nog altijd ligt te slapen. En dat we momenteel met een voorlopige regering werken dat niet is verkozen om de coronamaatregelen het land in te sturen. En als je rondje kijkt, ik zie hier niet zo'n strengere regels. Ik zie dat hier niet. En nu gaan heel veel mensen zeggen, ja, het is voor de mensen te beschermen en bla bla bla. Ik weet nog vroeger, een paar maanden geleden eigenlijk nog maar, toen dat corona kwam. Hoe bang was iedereen? En dat zit nog altijd in ons. Die angst van, oh, niet te dicht bij mensen komen. Oeh, dit, oeh, dat. En ik kan jullie verzekeren, er zijn veel meer mensen aan stress en angst doodgegaan. Of aan eenzaamheid, of aan depressie, of aan zelfmoord, of wat dan ook. Dan aan corona zelf. Hoe erg dat het ook is om te sterven aan een virus. Het is wat dat is. We moeten ermee leven. En we kunnen niet mondkapjes blijven dragen. Want dan gaat ons immuun nog achteruit. Onze kinderen worden nog minder sterker. Dat is zeker niet de bedoeling. We moeten gewoon in de natuur chillen. Gezond leven,
af en toe een keer in de zee duiken, een keer een koude douche nemen. Doe een keer research voor je immuunsysteem. En dan ga je merken dat je eigenlijk niet ziek kan worden. Ik ben overal geweest in de corona. Ik ben niet ziek. Ik ben niet ziek. Ik heb nog van niks last gehad. Nog geen verkoudheid. Nog geen... niks. Gewoon niks. En ik weet ook dat ik niet ga ziek worden. Ik weet ook dat ik geen vaccin nodig heb. Dat is gewoon zo. Maar daarvoor moet je wel je immuun gewoon op peil houden. En daarvoor hoef je geen mega zotte moves te doen. Maar gewoon een klein beetje gezond verstand gebruiken en een beetje gezond leven. That's it. En gezond denken is ook heel belangrijk. Ik weet nog vroeger, toen vertelden ze mij altijd van Benoît, hij gelooft echt altijd in die conspiracy theories, wat een zeven de rij en bla bla bla. En toen ging het gewoon over Monsanto. Ondertussen weet iedereen het. Ondertussen kan je gewoon alles opzoeken over Monsanto. Ooit was dat ook een conspiracy. Over die velden dan bespoten werden en al die dingen. Dat ze met vliegtuigen over de velden met gewassen gingen. Al die dingen. Dat genetisch gemanipuleerde zaden de wereld rondgaan. Dat Monsanto een bepaalde druk zet op boeren. Noem maar op. Dat was een conspiracy. Ga maar een keer met boeren praten. Dat is geen conspiracy. Dat is gewoon de waarheid. Biologisch eten is en blijft gezonder. Biologisch eten is hoger in vitamine. Biologisch eten is beter voor de planeet, voor de natuur, voor alles. Dat is gewoon zo. En hoe langer dat we chemischer beginnen leven, hoe zwakker dat we worden. Als we zo doorgaan, dan kunnen we binnen 1000 jaar verwachten dat de kinderen niet meer eens weten dat een appel aan een boom groeit. En stel je voor dat je geboren wordt in een wereld waar dat alles eigenlijk chemisch is. En de geschiedenis kunnen ze toch manipuleren, daar kunnen ze mee doen wat ze willen. Maar dat interesseert mensen ook niet dat een appel aan de boom groeit, want wie weet zijn er dan geen appels niet meer. Maar het wordt wel altijd chemischer en chemischer, dus let op, gebruik je gezond verstand. Geloof niet dat de overheid met onze gezondheid inzit. Geloof dit niet, dat is de grootste bullshit. Dat de rest hebben dat nog nooit gedaan. Sigaretten liggen in de supermarkt, Monster Energy drinks worden nog altijd verkocht aan kinderen. Ik kan nog 1000 andere dingen opnoemen. Ze geven geen fuck. Ze geven geen fuck. Het enige wat hen interesseert is geld verdienen. En de overheid wordt gestuurd door nog hogere mensen. Dan gaan we naar nog hogere mensen. En dat is nu eenmaal een feit. Hoe meer geld dat je hebt, hoe meer macht dat je hebt. Ik ga daar niet te diep op ingaan. Als jullie een keer willen dat ik een keer heel diep op inga, laat het weten in de comments. Maar dat is voor later sowieso. Och, ik heb hier weer een paar vragen binnengekregen. Broer, hoe kom je aan zoveel kennis over de hedendaagse maatschappij? Komt dat puur door research of you? Ik heb eigenlijk gewoon vroeger heel veel boeken gelezen. Ik heb zelf veel onderzoek gedaan. Ik luister naar veel podcasts. Ik ben eigenlijk in een soort van wereld waar dan allemaal mensen heel bewust zijn. Waar allemaal mensen gezond eten, gezond leven, gezond denken, al die shit. En ik vertrouw die mensen wel meer dan de fucking politiekers dan aan de drank zitten en noem maar op. Ik vertrouw die bewuste mensen iets meer dan die dronken politiekers, zeg maar. Dat is daar één marginale boel. Dus ja. En je kunt mij nu vertellen dat dat geen waar is, bla bla bla, maar mijn moeder heeft onder gewerkt. Dus ja, ze zitten daar allemaal aan de drank. Broer, vertel ons wat meer over de Kanama's, want die heb je nog niet veel behandeld in je video's. Welke zijn het beste om te nemen als beginner en hoe kan je zo snel mogelijk een goede Kanama-speler worden, net als jij? Eigenlijk ben ik geen goede Kanama-speler, ver van. Ik ben het gewoon nog een beetje aan het leren. Voor een leek lijken die tricks wel gek, maar mijn tricks zijn totaal niet zo goed. Dus ja, ik ben totaal niet goed. Als je goed wil worden, moet je heel veel oefenen en dat ben ik nu ook gewoon aan het proberen. Peter Celi. Het is wel grappig, want de anonieme mensen kunnen nu ook een keer een vraag stellen. Op Instagram durven ze dat niet. Buddy Vlogs, wat vind jij van bedrijven die een verdienmodel baseren op makkelijk beïnvloedbare kinderen? Dat hangt er vanaf. Ik vind mijn bedrijfsmodel persoonlijk perfect. Want ik krijg zoveel complimenten van ouders en iedereen. Holy shit, hij doet echt iets vet. Mijn kind zaagt altijd al voor nieuwe PlayStation spelen. Mijn kind zaagt altijd al voor allemaal bullshit.
En bij jou vragen ze om een Kendama of een BMX. Kendama is heel toegankelijk, hè? Dat is 30 euro, all in, ik stuur het op naar u, super easy. BMX is een beetje duurder, maar dat is ook wel een fiets. En dat is sport, je zit in de buitenlucht. Dat willen ouders. Ouders willen toch een gezond kind. Ook al kost dat een beetje geld, ouders willen toch een gezond kind. Mijn kind kreeg geen PlayStation, no fucking way, geen PlayStation. Wel een Kendama, wel een BMX, wel een vette reis naar Bilbao. Alles dat we kunnen fixen, maar geen PlayStation. Ik heb ook nooit de PlayStation gehad. Nee, geen PlayStation. Dat is verslavend. Daar zitten elke dag wetenschappers mee bezig om kinderen zo verslaafd mogelijk te maken. En dat werkt op de hersenen in. Het onbewuste, niet gezond. Niet gezond. Jullie kunnen mij wel gek verklaren met al die theorieën, maar het is wel de waarheid hoor. Het is gewoon de waarheid. Oké. Jurgen Vervaken, stop met die achterlijke wheelies. What? Nee, ik stop niet. Ik ga gewoon op mijn achterwiel blijven knallen. Ik heb die bike, ik wil er wheelies mee doen en ik doe dat al altijd. Ik doe dat met mijn damesfiets trouwens ook. Ik moest de mensen denken dat ik dat zo rap heb geleerd. Dat is gewoon waar. Ja, ik kan dat al altijd. Ik heb ook nog trial gedaan en al die shit. Dus als je die bike koopt, verwacht niet dat dat een magic wheelie bike is of zo. Ik ga wel zeggen, als je eens dat je balanspunt bent, gaat het wel makkelijker. Maar een wheelie is en blijft oefenen, sowieso. Dat is net gelijk met mijn BMX. Die tricks heb ik er ook veel voor moeten oefenen. Ook al lukken ze nu altijd. Ik heb er veel voor moeten oefenen. En sommige tricks heb ik al zo lang niet meer gedaan dat ik ze zelf bijna niet meer kan. En sommige tricks zijn ook gewoon te pijnlijk. Dus ja. Jonas de Loof, mis je Gent niet? Ik mis Gent sowieso. Ik vind Gent fantastisch, maar op zich... ik mis Kasteel de Fel meer dan Gent. Kasteel de Fel had zo'n zalige vibe om daar wakker te worden. De deur van mijn bus open, zonnetje, lekker genieten. En ik hou van afwisseling. Ik vind Haarlem ongelooflijk vet. Het enige jammer is dat het hier een beetje duur is, maar dat moet je erbij nemen. Het is hier zalig, het is hier lekker. De winter gaat een beetje koud zijn, maar we gaan ons goed kleden en het komt helemaal goed. Hopelijk kunnen we heel de winter blijven winter zijn. Heb ik het karakter om dat te blijven doen. Maar dat komt allemaal goed. Dat waren alle vragen. Het is ondertussen al 7:30. Ik ben ook redelijk laat uit huis vertrokken. Maar ik zit er wel ook al een paar uur bij. En ik denk al 3 of 4 uur. Ik ben om 4:30 of zo vertrokken in de late middag. Yes, ik ga hier nog een beetje genieten. Waarschijnlijk nog een cruise langs het strand. En daarna huiswaarts. Let's go. Ik hoop dat jullie nu een beetje wijzer zijn. En neem ook niet alles te serieus in je leven. Geniet gewoon. Chill met de mensen rond je. Al die domme regeltjes. Ik zou zeggen, doe wat dat goed voelt en wat dat juist is in jouw ogen. Yo! Ik ben hier eventjes halverwege gestopt. Ik heb mijn stuur iets meer naar achter gezet. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar hij staat nu... een klein beetje meer naar achter. En ik denk dat deze houding ideaal gaat zijn. Ik heb lekker gaan cruisen aan het strand. Er was redelijk veel wind, dus het was niet zo nice om 100% te genieten. Maar ik heb toch wel eventjes de zee gezien. De lucht hier is fantastisch. Dit is zo mooi. Check dit. Wauw. Wat een plaatje. Ik sta hier al eventjes te genieten. Ik heb hier een slokje water gedronken. Ik ga hier nog een beetje verder in en daarna richting huis. Vandaag was een chille dag, alles op het gemakje. Meer moet dat niet zijn. En er komen super vette dingen aan, dus hou jullie maar vast. Bedankt voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. Ik vraag me af als ik nu nog iets moest zeggen of niet. Maar ik denk het niet. Ik ga hier de vlog afsluiten. Het enige wat ik nog ga doen is thuis lekker eten en chillen met Shirley. Ciao, ciao.